Hi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Het is even geleden dat ik een video voor jullie heb eigenlijk online geplaatst. Want ik heb wel twee video's voor jullie opgenomen. Maar helaas zijn die bestanden verwijderd per ongeluk door mijn mama. Dus ja, er zijn geen vlogs online gekomen de laatste tijd. Super jammer, want het waren eigenlijk wel echt hele leuke vlogs. Ik heb namelijk mijn M springdebuut gehad. En wij hebben daar ons eerste winstpunt in gekregen, verdiend, gehaald. En ik heb ook nog een cross gedaan in Etten-Leur. Deze ging wat minder goed. Ze zijn bijna over de kop geslagen. En ja, een beetje bij de waterbak een beetje gesneuveld. Wel gewoon uit kunnen rijden, maar echt niet tevreden over die cross. Maar goed, ik heb vandaag mijn camera weer in mijn handen. Misschien kan je het wel een beetje horen aan mijn stem. Ik ben afgelopen week een beetje ziekjes geweest. Gisteren had ik eigenlijk helemaal geen stem, maar we gaan er vandaag voor. Gisteren heb ik mijn contract getekend bij het Checklinks Eventing Team. En hebben wij de eerste teammeeting gehad. En ook teambuilding activiteit. Dat was echt super leuk om te doen. Daarbij heb ik alvast allemaal spulletjes gekregen. Die heb ik dus nu ook aan. Hier is het Checklink polo. En deze pet is ook van Checklink. Staat op de achterkant. En verder hebben we nog meer spulletjes gekregen. En mijn cross tenue moet er nog aankomen. En vandaag ga ik dus ook naar Checklink, want wij hebben les van Nick Clownet, als ik het goed uitspreek. Hij is een van de top trainers van Engeland. En hij is vandaag dus in Nederland om ons als team les te geven. En er zijn volgens mij 4 lessen van 1 uur lang en ik zit in de tweede les om 6 uur. Dus ja, ik ga het bluffje zo pakken en ik ga hem lekker klaarmaken. En dan vertrekken wij dus naar Oudekerk aan de Amstel om daar lekker te lessen. Nou, Bluff heeft vorige week nog een beetje last gehad van zijn voet. Hij had daar namelijk een wondje voor. En dat werd toch best wel gevoelig. Maar gelukkig waren we er heel snel bij. En is die hele infectie nu gelukkig weg. En hij liep eigenlijk na 2 dagen alweer heel erg goed. Dus ja, ik heb hem eigenlijk deze hele week al best wel pittig weer kunnen trainen. En vandaag is eigenlijk onze eerste keer weer echt een beetje springen. En een beetje crossen. Dus ik denk dat hij er heel veel zin in heeft. Hij oogt in ieder geval heel erg fit. En daardoor gaan wij ook dit weekend gewoon starten in de Noord-Holland Horse Trials in de klasse M in Oud-Karspel. Daar heb ik ook super veel zin in. Dus het is wel heel fijn dat we nu toch nog even kunnen springen en toch nog even goed kunnen trainen. Dus dat is een hele fijne mogelijkheid. En verder, ik ben heel benieuwd. Want we gaan vandaag dus in het Engels les krijgen. En mijn Engels is op zich prima. Maar ook niet zo goed. Dus ik ben benieuwd. Of het goed komt, vast wel. Maar wel een beetje spannend, maar ik heb er heel veel zin in. Ik heb tegenwoordig wat extra voer voor Bluff. En dat is dit. En het is een soort slobberachtig en het moet nu nog een beetje inweken. En ja, dit is Pavo Fibra Beet. En hier wordt hij wat dikker van, of dat hoop ik in ieder geval. En ik dacht, joh, ik kan het altijd nog een keertje proberen om hem iets voller te krijgen. Maar ik weet niet of het gaat lukken. Maar anders, ja... Dit is vooral gemaakt van bietenpulp. En dat is heel goed om dik te laten maken. Zo. En hij vindt het in ieder geval wel lekker. Het is ook een beetje grasvervanging. En aangezien hij niet heel veel gras krijgt bij ons, omdat we niet zo'n heel groot weiland hebben, is dit wel heel handig. Oké, ik ga dus nu even de stal uitmesten. Dan kan Bluff daar staan en kan hij snel zijn prutje opeten. Dan ga ik ondertussen ook de trailer inpakken. Want al mijn crossspullen moeten er natuurlijk mee. Nu ligt het meeste. Of ik heb ook nieuwe crossbeschermers. Ga ik jullie zo laten zien. Die heb ik gekocht van Kentucky. Niet gesponsord, gewoon zelf gekocht. Rip aan mijn lijf. Maar nu heb ik wel echt super goede crossbeschermers. Hoop ik. Vast wel, het zijn hier goede recensies. Dus nieuwe crossbeschermers. Dus ja, ik moet even alle spulletjes inpakken. En dan moeten we ook al vertrekken. Want nou, het is ongeveer 1,5 uur rijden met trailer. Ruim gerekend, maar dan zijn we in ieder geval op tijd. Is het lekker? Nou, Bluff heeft lekker zijn eten. Dus dit mag je even opeten en dan kan hij daarna de trailer op. Kijk, het is nu helemaal dik geworden. Maar dat zie je niet. Beetje. Heksenpapje. Lekker hè, jongen. Lekker hè. Ja, nom nom nom. Nou, verder heb ik ook allemaal spulletjes mee. Zadel. Hier zitten mijn nieuwe crossbeschermers, springschoenen. En dit zijn de beschermers. Dus die krijgt hij straks helemaal om.
Het kaartje zit er zelfs nog aan. Oeps, nou, knip ik er zo wel af. En verder hoofdstijl en zo en poetspullen en ja, alles is mee. Zo, nou, ik wacht nog even op Luf voordat hij klaar is met eten en het duurt echt super lang. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar volgens mij wil ik gewoon niet, stiekem. Maar dan heb ik nu wel even de tijd om jullie wat te laten zien, want... Tadaa! Mijn concourskast is binnen en deze heb ik voor een deel gesponsord gekregen door Bouwiska, mijn moeder haar bedrijf. En een heel klein gedeelte heb ik zelf bij moeten betalen en ja, ik heb dus nu eindelijk een concourskast. Ik ben er echt heel blij mee. En ik zal hem jullie even heel snel laten zien. Dit is hem dus. Twee deurs. Even de deurtje open. Ja, er is dus plek voor twee zadels en aan de linkerkant heb je dus plek voor je spulletjes. Daar ligt al wel wat in, wat dus eigenlijk mee moet als ik altijd wegga. En dat heb ik dus standaard in mijn kast liggen, zodat ik dat sowieso niet vergeet. En daarboven heb ik dus ook nog een la en die kan open, maar dat ga ik nu niet doen, want er staat allemaal spul bovenop. Dus dit was mijn korte concourskast tour. Hij is nu nog niet gevuld, maar dat komt binnenkort wel. Het ziet er naar uit dat Luf eigenlijk wel is uitgegeten. Dus ik ga hem nu gewoon pakken en inladen. En hetgene wat over is, misschien wil hij dat vanavond nog. Kan ik nog even nat maken of zo. Maar hij hoeft nu niet meer. Dus dan kunnen wij vertrekken. En dan zie ik jullie straks in Oudekerk aan de Amstel bij het Jack Links eventingterrein. Zo, nou, wij zijn aangekomen. Eindelijk, want we hebben echt al 2 uur langer over gedaan. We hadden echt heel veel file. En ik moest nog een keer tanken en zo. Dus... Het duurde wel echt heel lang, maar het is nu iets over 5:30. 4 minuten. En dus eigenlijk gewoon nog ruim op tijd, gelukkig. Dus ik kan verder niet meer bij een andere les kijken of zo. Maar ja, ik ga dus nu gewoon Bluf lekker opzadelen. Mijn moeder is even naar de wc, maar die is dus ook gezellig mee om even te helpen. En om te filmen natuurlijk. Dus ja, en we hebben ondertussen de camera nog opgeladen. Dus als het goed is, gaat die het ook helemaal volhouden. Dus ik ga Bluf nu even uit de trailer pakken. Kijken of die de reis ook heeft overleefd. En dan ga ik lekker rijden. I'll let you get to me once now, baby. But I'll never let you win again. You get to me once now, baby, but I'll never let you in again. I let you get to me, I let you get to me, get to me. I let you get to me, I let you get to me, get to me. I let you get to me, I let you get to me, get to me. I let you get to me, I let you get to me, get to me. I'm not afraid to die.
Zo, nou, wij zijn eindelijk weer thuis. Het is nu 9:45 ongeveer, denk ik. En ja, ik heb echt super fijn kunnen rijden. Had wel onderweg eigenlijk een beetje hoofdpijn en nu ook, dus dat is wel wat minder. Maar wel heel fijn gereden, fijne tips gekregen. En in het Engels les hebben viel toch wel mee, zeg maar, dat ik had gedacht. Ik kon het allemaal goed volgen en zo, dus dat was wel heel fijn. En Bluff staat nu lekker achter mij, lekker te eten. En ik heb zijn mokzalf even opgesmeerd en even zijn cooling gel. Dus hij kan de hele nacht weer lekker door. Dus wij gaan nu nog even iets eten, want dat hebben we wel verdiend. Na zo'n lange dag, want we hebben nog helemaal niks gegeten vanaf 3:30 gingen we weg. Dus dat gaan we nu heel even doen. En ja, Bluff mag dus lekker op stal staan. Dan gaan we morgen nog even logeren en dan mag je zaterdag knallen in uit Karspel. Hey jongie. Yeah.